Ja, eind december staat er dan zo'n grote kas op het plein waar je naar binnen kunt. En om je een idee te geven, even, zo ziet het dan ongeveer uit. Lieve mam, ik hou van jou en mis je telkens maar weer. Hartje, Suus. Ik ben Rikke Voorberg en ik ben initiatiefnemer van de kas Rouwen en Vieren. En dat is een plek waar ruimte is gemaakt voor rouw in de stad, midden in de stad. Jammer dat u weg bent, anders kon u ons zien gaan op mijn Yamaha IZ85. En papa heeft ook een nieuwe vriendin, jammer dat u haar niet meer kan zien. Liefs. We zetten de kas neer in de laatste 2 weken van december. Dan mis je mensen echt het ergst. Niet alleen hier, maar in 5 steden en komend jaar waarschijnlijk in 12 steden in het land. Voor mensen die rouwen is het vaak na de eerste periode, waarin er best nog wel mensen erover willen praten, is er eigenlijk geen vorm meer om erover in gesprek te gaan. Het is ingewikkeld op het moment dat je zo'n pijnlijk onderwerp in het gewone gesprek inbrengt, want opeens is de sfeer anders. Dus hoe praat je nou als je gewoon in de stad bezig bent, onderweg bent of met vrienden het goed hebt over rouw? En zo'n moment midden in de stad, wat geen kerk is, want een kerk is voor een specifieke groep, wat niet alleen in je eentje thuis is, maar wat er gewoon in het publieke domein mag zijn. En het is een plek van ontmoeting. Dus iemand die gaat er naar binnen, steekt een kaarsje aan, loopt daarna buiten, ziet daar iemand anders die ook net dit heeft gedaan en zegt, hey, wat is jouw verhaal? Het is zo belangrijk om rouw ruimte te geven, omdat het liefde is. Omdat je rouwt iets om mensen die je lief hebt. En als dat weer mag stromen, als dat er gewoon mag zijn. Jij mag er dan al meer zijn als mens. Je liefde krijgt meer ruimte, dat hebben we allemaal nodig. En het verbindt met die totale ander die je helemaal niet kent. En die dan ook een gemis ergens heeft.